Hallo lieve mensen, mijn naam is Kim Veenstra en wij zijn in Blijde Verwachting. En in Mama Talk ga ik het gesprek aan met nieuwe mama's en mama-to-be's om onze verhalen te delen en te kijken of we van elkaar kunnen leren. En mijn gasten van vandaag is Mignon, een vrouw die pas moeder is geworden en die met mij al haar ervaringen gaat delen. Hoe gaat het met je? Slapeloze nachten? Hij slaapt eigenlijk best wel goed, alleen hij wil 's nachts gewoon nog eten. Want ze zeggen dat ze bij 6 maanden dat ze dan een beetje af gaan bouwen, dus dat ze de hele nacht door gaan slapen. Maar die van mij die wil blijven eten. En geef je dan flesvoeding of ja, borstvoeding? Nee, ik begon met borstvoeding, maar hij wil zoveel eten dat ik het eigenlijk niet aankon. Je borsten waren er niet tegen opgewassen? Nee, ik kon het niet aan. En ik moet ook zeggen, ik heb me er achteraf gezien niet goed in verdiept in het borstvoeding geven. Is dat iets waar je dan nu achteraf spijt van hebt? Ja, eigenlijk wel. Ik op een gegeven moment kreeg ik zulke harde borsten en ze waren echt zo groot. En toen dacht ik dat van nou, dit kan ik niet meer aan. En toen ben ik gestopt, dus eigenlijk gelijk daarna. En dat was dom, want toen begon het dus op gang te komen eigenlijk. Toen had je eigenlijk dus misschien de voeding moeten geven en moeten kolven. Ja, en als ik dat waarschijnlijk gewoon goed had gedaan op dat moment, dan had ik gewoon borstvoeding kunnen geven. En toen wilde ik weer beginnen. En je kan dus blijkbaar na zelfs een half jaar geen borstvoeding geven, kan je het weer stimuleren. Hoe werkt dat dan? Nou, ze zeggen dat je daar 6 weken de tijd voor moet nemen. En dan kan je dus dat op gang brengen door te kolven om de 3 uur. Dus ook 's nachts. En het kan zijn dat je pas na 6 weken 1 druppel eruit krijgt. Maar het kan wel. Maar ja, ik ben na 2 weken, was helemaal kapot. Toen dacht ik, ja nee, ik ben nu ook geen leuke moeder. Dus het is gewoon stom geweest. En ik heb me in alles verdiept, behalve in borstvoeding geven. Ja, en stel ik mag ooit een volgend kindje krijgen, dan wil ik me wel daar iets meer aandacht aan geven. En heb je je eigen borstvoeding wel eens geproefd? Nee. Ook niet? En je vriend? Nee. Tilly bijvoorbeeld, die verheugt zich daar echt op. Die denkt echt van ja, ik wil dat proeven. Echt? Ik heb er gewoon nooit aan gedacht. Ik proef wel eens een flesmelk nu. Gewoon, dat proef ik wel, maar nee, ik heb daar eigenlijk niet over nagedacht. Hij heeft er echt zin in. Ja, ik zou dat zelf ook wel willen proeven. Ja? Denk van ja, hoe zou dat smaken? Ja. Misschien ik denk zoet, of ja. Ik wil wel weten wat ik aan mijn kind geef. Weet je nog hoe de allereerste nacht was? Voor jullie, wat voelde je daarbij dan? Ik was bevallen in een ziekenhuis OVG Oost. Het was om 8:30 s'avonds bevallen. Ze zei van, ik wil heel graag nog wel even jullie hier houden voor 1 nachtje. Om heel even deze nacht door te komen. Dus dat was voor mijn vriend en mij wel heel fijn. Je denkt ineens, oké, we hebben nu een baby. Wat moeten we doen? Mogen we zo het ziekenhuis uitlopen? Weet iedereen hiervan? Is dit normaal? Weet je wel? Moeten we een paspoort in? Het is zo raar. Eerste nacht, ja, ik heb alleen maar naar hem gekeken. Hij lag naast me in een bakje. En ik heb alleen maar naar hem gekeken. En die vrouw zei ook van, hij kan bewegen, dat mag. En je moet niet, als hij geluid maakt, is het ook goed. Niet schrikken de hele tijd. Dus ik zei, oké, nou ja, dus ja, je slaapt half. Mijn vriend was knock-out. Die vond de bevalling heftiger dan ik, denk ik. Ja, want hoe kijkt hij er dan nu op terug? Hebben jullie het er nog wel eens over? Ja, als ik iemand vraag hoe was de bevalling, zeg ik, oh ja, het ging eigenlijk wel goed. En als hij ernaast zit, dan zegt hij, dit mensen zijn helemaal gek. Hij vond het echt verschrikkelijk. Wij delen niet dezelfde ervaring. Nee. Het was heftig voordat ik mijn ruggenprik kreeg. Maar dat stukje ben ik, op een of andere manier ben ik gewoon kwijt. Ik weet gewoon niet dat dat heftig was. Ik had weeënstorm in het begin. Heel heftig, om de 2 minuten. En ik had 2 centimeter ontsluiting. En ik wilde nog even een bad bevallen en kaarsjes en zo. En mijn verloskundige, die zei tussen mijn weeën door, want ik kon niet meer praten. Ik was helemaal in mezelf. En ze zei, we gaan nu naar het ziekenhuis. We gaan een ruggenprik halen voor je. En dat was om 2:30 volgens mij, 's middags. En toen kreeg ik een ruggenprik. En toen was het 1 groot feest voor mij. Ik was echt alsof ik een pil op had. Ik was helemaal gelukkig. Een vriendin van mij was er en die had ze helemaal snoep snoep gegeven. En ik was gewoon aan het kletsen tussen de weeën door. En om 6 uur mocht ik gaan persen. En er stond een metertje naast mijn bed. En de hartslag van Teun, die ging heel hoog. En ik kreeg koorts door die ruggenprik.
en hij dus ook. Dus was je er dan allergisch voor? Dat is iets wat vaker voorkomt inderdaad, dat je dus koorts kan krijgen, maar het kindje dus ook. Dus dat ging niet zo lekker, maar omdat ik was zo met mezelf bezig en gewoon, ik dacht alleen maar van, oh, ik lig lekker hier en iedereen is er en is toch wel zelf. Dat ik niet door had dat hij eigenlijk niet echt goed ging, terwijl ze wel met mij dat gecommuniceerd hadden van, misschien moeten we toch een keizersnee doen, misschien moeten we hem toch eruit trekken met een pomp. Ja. En mijn vriend die zag alleen maar dat metertje omhoog gaan en die is gewoon helemaal in paniek. Die was gewoon, ja, maar dat heeft hij niet aan mij laten merken, maar ik was gewoon helemaal... Je was high. Ja. En toen gelukkig na anderhalf uur persen, toen zei ze van, nou, we gaan hem toch eruit halen met de pomp en we gaan je inknippen. Ik was goed, prima, alles is goed. En toen zei mijn vriend, nee, je moet nu... Hij mocht bij mij niet kijken. Hij zei, je moet nu drukken, want ik zie het. Dus ik zei, oké. Dus toen nog twee weeën en toen kwam hij er gelukkig wel met nog een knipje erbij, kwam hij eruit. En wanneer besloten jij en je vriend eigenlijk samen van, oké, het is nu tijd om het in elk geval te proberen om een kindje te krijgen? Anderhalf jaar geleden werd ik zwanger. Toen wilde ik al 3 jaar, wilde ik al kinderen. Dus ik heb echt wel de hele tijd tegen hem van... Gaan we beginnen? En toen zei hij, nee, we gaan niet beginnen. Ik wil nog even wachten, ik wil nog even dingen doen en leven en weet ik wat. Dus ik begreep het wel, alleen ik vond het wel heel jammer. En toen ben ik wel gestopt met de pil, omdat ik qua hormonen niet echt lekker erop ging. Dus ik dacht, nou ja, dan, als we het nu gaan proberen, dan lukt het gewoon gelijk. Ik heb er 6 maanden over gedaan, dat is volgens mij gemiddeld. Maar elke maand denk je van, oké, nu gebeurt het. En dan gebeurt het niet. Dan dacht ik, het is iets mis met mij. Weet je, waarom lukt het niet gelijk? Maar ja, een half jaar later is het gelukt. Volgens mij is dat gemiddeld. Maar ik heb me wel elke maand heel kut gevoeld. Omdat ik dacht dat het niet ging lukken. Ik was heel bang voor misgaan. Ik vind het ook altijd best wel lastig. Want mensen die vergeten vaak dat het niet vanzelfsprekend is om ten eerste zwanger te worden. Ja. En daarnaast dan ook gewoon nog te blijven. Ja, te blijven. Ja. Daarom heb ik ook zoiets van, ik vind het heel bijzonder, deze zwangerschap, en dat ik het mag ervaren. En aan de ene kant vind ik het fijn dat ik een bepaalde intimiteit deel met mijn baby, die niemand anders ervaart, behalve ik. Maar ik ben ook heel blij als de baby er straks uit is, dan weet ik van, je bent eruit. En je kan het zelf dan beschermen. Ik kan je nu zien en het is nu tastbaar en alles, en ik kan nu alles eraan doen. Tenminste, wat in mijn kracht ligt om je te beschermen. Ja. En nu heb ik soms het gevoel van dat je het nog niet zeker weet. En hoe zat het eigenlijk met je seksualiteit tijdens de zwangerschap? Had je er meer zin in? Heel gek, maar wij hadden de beste seks ooit. Tijdens je zwangerschap? Ja, vooral toen ik... Ja, het klinkt heel raar. Maar vooral toen ik... Nou, stem. Kom op. Vooral toen ik... Ja, heb je dat niet? Ja, jawel. Ik moet eerlijk zeggen dat ik ook gewoon meer de behoefte heb in seks. Ja. Nu ik zwanger ben dan daarvoor. Ja? Mijn libido is echt ineens gestegen. Ja. Maar ik denk ook dat het misschien komt dat ik mijn lichaam mooier vind of vrouwelijker. Ja. Of ik vind alles aan mezelf mooier. Ja, je, toch? Ik. Ja, dat, ja. Ja, vond ik ook. Wil dat ook delen. Ja, ja, precies. En gek genoeg, hoe zwangerder ik werd, hoe beter. Ja. En na je zwangerschap? Nou, anders. Omdat je dan, weet je, dan is er ook een kindje en dan zit je ook na te denken van ja, het kindje ligt dus... Naast je. Ja. In de kamer. In de co-sleeper. Ja, van wanneer doe je dat nou, weet je? Ik mocht 6 weken geen seks hebben omdat je dan ingeknipt bent. Eigenlijk is het een gekke gedachte dat je dan wel daaraan gaat denken van kindje ligt naast je te slapen of in de kamer naast je, dus gaan we het nou wel of niet doen? Ja. Terwijl je het wel deed toen je er nog in zat. Ja, maar dat zie je hem niet. Die baby gaat helemaal heen en weer. En als je nu nog een tip zou moeten geven aan alle moeders die nu ook net moeder zijn geworden, net als jij, wat zou je dan tegen ze zeggen? Niet te veel luisteren naar anderen en vooral zelf uitzoeken wat jij denkt dat het beste is voor je kindje. Blijf trouw aan jezelf en vertrouw op je eigen gevoel. Ja. En laat niemand anders je iets vertellen. Als je het er niet mee eens bent, ben je het er gewoon niet mee eens. Nee. Het is jouw kind en dan blijft jouw kind. Dankjewel. Dankjewel voor je woorden en gezelligheid.